Beste kijker en luisteraar, welkom bij het journaal van de Nationale Assemblée. In dit journaal presenteren wij u een samenvatting van de openbare vergadering van dinsdag 29 november 2016. Tijdens deze vergadering is de ontwerpwet horende nadere wijziging van het wetboek van strafvordering behandeld en aangenomen met algemene 41 stemmen. We hebben aan de orde de voortzetting van de agenda van dinsdag 22 november 2016. De behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van het wetboek van strafvordering, SB 1977 nummer 94, zoals laatstelijk gewijzigd bij SB 2014 nummer 119. De commissie van rapporteurs, de leden Cotino, Matura, Tsang, Brunswijk, Guatemala, Somohadio en Brieveld. Na de uitgebreide behandeling van de wet tijdens de openbaar commissievergadering zijn leden in de plenaire vergadering hier nader op ingegaan. Er is onder andere gevraagd of de regering inzicht heeft in de schade die onveiligheid in het verkeer de samenleving kost. Deze wet op de agenda verdient een pluimpje. Want liever nu dan nooit. Terwijl elke dag mensen schade ondervinden van onveilig verkeer, is het beter dat we deze wet nu behandelen en de wetgeving in elk geval in place hebben, ook al kan het project zoals het was geïnitieerd, het cameraproject, het flitspalenproject, niet meteen opgestart worden, ook met de goedkeuring van deze wet. Omdat nu de wet er is, dat het apparatuur er niet meer in orde is. Mijn vraag ook aan de regering is, natuurlijk, het geeft in elk geval aan dat we innovaties willen doorvoeren in het verkeer. Mijn vraag aan de regering is, heeft de regering inzicht in de schade die onveiligheid in het verkeer de samenleving kost? Heeft men ooit opdracht gegeven om dit te doen uitrekenen of een inschatting te maken? Kan de minister de actuele cijfers met betrekking tot de risico's in het verkeer presenteren? We moeten alles aanwenden om verkeersongevallen en verkeerscriminaliteit terug te dringen, voorzitter. Te hard rijden, alcohol in het verkeer, overbeladen of onzorgvuldig beladen vrachtwagens. Men denkt vaak op het moment dat het onschuldige handelingen zijn, totdat er ongelukken gebeuren en dan is het achteraf spijt hebben voor de betrokkenen. Verkeersongelukken zijn ongelukken die vaak onnodig zijn en voorkomen hadden kunnen worden. Er zijn duidelijke statistieken voor verkeersongevallen, voorzitter, zoals u heeft gezegd. Die statistieken zijn bekend. Daarmee is de effectiviteit van iedere aanpak relatief makkelijk meetbaar. Voorkomen is beter dan genezen. Het voorkomen van verkeersongevallen scheelt de staatskas jaarlijks heel veel geld. De voorgaande spreker is reeds breedvoerig ingegaan op de financiële gevolgen voor land en volk. En vraag de minister wat haar beleid is om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ik kijk uit naar het verbeterd ambitieus verkeersbeleid die de commissie verkeersveiligheid zal uitstippelen. De flitspalen registreren de snelheid van passerende voertuigen. Ik neem aan dat bij een snelheidsovertreding het kenteken gelezen en type voertuig vastgesteld wordt. Het zou goed zijn als deze gegevens direct terechtkomen in een zogenaamd overschrijdingsbestand dat direct, dus digitaal, naar het verwerkingssysteem van de betreffende politieregio worden gestuurd. En dat is om het te vergemakkelijken, te versnellen, het geheel. Ten aanzien van het verkeersmeubilair, daar had de minister een opmerking over gemaakt in de openbare commissievergadering. Toen zei de minister dat het verkeersmeubilair waar schade aan wordt of vernielingen aan worden aangebracht, dat de verzekeringsmaatschappij de schade zou moeten gaan dekken. En mijn vraag is natuurlijk, zou dan dat niet bijdragen tot verhoging van de premies? En zou de minister dan misschien nu of in een later stadium nader hierop kunnen ingaan? De vraag die ik nog wil stellen is binnen hoeveel tijd nadat de verkeersovertreding op elektronische wijze is vastgesteld, de betrokkenen geverbaliseerd wordt en de wettelijke regeling natuurlijk die daaraan ten grondslag zou moeten liggen. Dat horen we ook graag van de minister.
Buiten de commissie hebben de leden Assis Kumar Gayadin en Patricia Ednel het woord gevoerd. De minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk Silos, heeft benadrukt dat het in deze wet niet alleen gaat over flitspalen, maar dat gesproken wordt over elektronisch apparatuur. Terwijl wij hier streven om regelgeving te scheppen, waarbij middels elektronische wijzen informatie verzameld wordt, of het nu gaat om snelheid, of het nu overschrijding. Voorzitter, nu weten we dat in de wereld ook technieken zijn om dat te voorkomen, om die melding te voorkomen. Er worden anti-radarapparaatjes gezet in auto's. En in sommige landen is het nu verboden, maar de techniek gaat voort. Is er hierover nagedacht? Zou dat misschien meegenomen worden in deze wetswijziging dat, om dat te voorkomen? Ik hoor gaarne van de regering. In 1916 is er een studie gemaakt over ons wegennetwerk, waarbij eigenlijk de manier waarop onze wegen eruit moeten zien in kaart is gebracht. En als ik me niet vergis, in de jaren 70 is het voor het laatst bijgewerkt. Wat ik van de minister wil weten, want wanneer we flitspalen moeten plaatsen, is het wel belangrijk als we ons wegennetwerk in kaart brengen. Ik wil weten van de minister als op basis van die studie eigenlijk deze wet zal komen. Omdat wanneer we kijken naar ons wegennetwerk, dan zien we dat we bijvoorbeeld als we de Indira Gandhiweg nemen, dat de Indira Gandhiweg 3 districten verbindt. En 3 drukke districten, namelijk Paramaribo, Wanica en Para. En vanwege de urbanisatie hebben we het probleem gehad dat de Indira Gandhiweg heel erg druk is. Wat we hebben gehad in de vorige regeringen, namelijk de regering Venetiaan II, is dat ze de zijwegen begonnen te asfalteren. En daarbij kregen we dat bijvoorbeeld Magenta Kanaal een van de belangrijkste verbindingswegen werd met de stad. Wat we nu zien als je gaat naar Magenta Kanaal is dat die weg 1, wegmeubilair, is heel erg slecht. En die weg is na 7 uur 's avonds pikken donker. De straatverlichting is heel, heel erg slecht. Mijn vraag aan de minister is, als we bijvoorbeeld Magenta Kanaal nemen als voorbeeldweg, hoe zal u daarmee omgaan om die flitspalen te plaatsen? Laat ook iets anders duidelijk zijn, dat er is consequent in uw college gesproken over flitspalen, maar het gaat op elektronische apparatuur. Dus alle vragen over, er was iets van een radar of zoiets, en andere vormen van het traceren van overtredingen, die te maken hebben met elektronische apparatuur, vallen hieronder. En die zullen ook volgend jaar in gebruik genomen worden. Laat het duidelijk zijn, we praten niet alleen over flitspalen. Er zijn vaste apparatuur, er is mobiele apparatuur. Dat alles gaat vallen onder deze wet. Daarom praten we hier over elektronische apparatuur. Dat zal volgend jaar ook heel duidelijk worden. Met betrekking tot die flitspalen. Er is gesproken over hoe het land kapitaal gekost heeft enzovoorts. Voorzitter, ik ben een situatie komen aantreffen van flitspalen hier en daar die niet werken. En ze werken nog steeds niet. En ik heb begrepen ook waarom. Er was maar 1 met de camera, dat was Sophie Redmondstraat. Maar voorzitter, die technologie was zo archaïs dat ze niet konden werken. En dat zullen we zeker in 2017 niet hebben. De vraag van meneer Gayadin, als ik het goed begrepen heb na uw uitleg, gaat het om mensen die de apparatuur kunnen verstoren? Ja, of omzeilen. Dus ja, ze kunnen, hebben ja. Meldingen waardoor ze weten. Ja, klopt. Nou, laat mij dit ervan zeggen. De apparatuur die zal komen, zeer en zeer geavanceerd. En houdt ook rekening met dit soort zaken.
alles is wireless, dus je kan ook je beschermingen inbouwen. Dus dat is de bedoeling. De voorzitter van de commissie van rapporteurs, het lid Roselli Cotino, is er positief over dat de politie middels apparatuur wordt ondersteund om het werk ter hand te nemen. De commissievoorzitter gaat verder in op de wetswijziging en de maatregelen die door het ministerie van Justitie en Politie genomen zullen worden en presenteert enkele statistieken. Voorzitter, ik vind deze wijziging, deze wetswijziging, een wijziging die we moeten toejuichen. En we juichen toe elke aanpassing van hulpmiddelen, het zij wegmeubilair of elektronische apparatuur, als snelheidscamera's, flitspalen, laserguns, etc. Flitspalen. Die kan bijdragen aan het verhogen van de verkeersveiligheid enerzijds en het indammen van de verkeerscriminaliteit anderzijds, voorzitter. Het is positief te noemen dat de politie middels apparatuur wordt ondersteund om het werk ter hand te nemen. Simpelweg omdat de politie niet op elke hoek van elke straat kan staan om het werk te doen. Voorzitter, de tweede spreker van de commissie heeft aangegeven dat de wetswijziging een pluimpje verdient. En inderdaad verdient deze wetswijziging een pluimpje. De wetswijziging verdient een pluimpje, omdat deze wet zal bewerkstelligen dat de politie, zoals ik al eerder zei, vervangen wordt op diverse straten. Deze wet zal ervoor zorgen dat de burgers gaan letten op hun snelheid en daardoor de nodige voorzichtigheid in acht zullen nemen. Deze wet zal ervoor zorgen dat de snelheid dat de veiligheid in het verkeer zal toenemen. En deze wet zal ervoor zorgen, voorzitter, dat uiteindelijk de cijfers van aanrijdingen en verkeersslachtoffer verder kan worden teruggebracht. Er komt zelfs een verkeersveiligheidsinstituut. Historisch, pluimpje daarvoor. Er komt moderne apparatuur die voldoet aan de eisen van deze moderne tijd. Pluimpje daarvoor, minister. Sinds 2001 tot 2008 is er een stijgende trend te bespeuren als het gaat om verkeersslachtoffers. In 2001 zagen we een aantal van 49 en het steeg tot 2008 tot maximaal 90. En er was in 2009 een piek van 112. En vanaf 2010, precies het tegenovergestelde dat hier beweerd is geworden, was er een daling van 78 naar in 2014 87 in 2010 en naar 2014 71. En jammer, het is jammer, we juichen niet, want het zijn mensen hun levens. En nog steeds jammer dat we in 2016 nu al zitten op 64. Elke dode is er één te veel, voorzitter. Voorzitter, de cijfers die ik heb aangehaald zijn uit de jaarevaluatie van KPS van het jaar 2014. Ik heb ze niet uit mijn duim gezogen. Negatief of positief bedoeld, het zijn keiharde cijfers die de realiteit weergeven. Na voorzitter Cotino zijn de overige leden van de commissie van rapporteurs aan het woord gekomen. De wetswijziging is belangrijk en moet bijdragen aan het verhelpen van het maatschappelijk probleem. Ook buiten de commissie is aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid. Voorzitter, laat me beginnen met de wetswijziging inderdaad. Is heel belangrijk en zal en ik hoop dat het inderdaad zal bijdragen aan het verhelpen van het maatschappelijk probleem. Dat het inderdaad een verbetering betekent voor al die dat er minder slachtoffers zijn in het verkeer, minder aanrijdingen. En dat inderdaad de risico's verminderd worden en dat we in Suriname een hoger of een beter verkeersveiligheid hebben. We zijn positief gestemd over de voornemens van de minister om tot verdere modernisering over te gaan van elektronische apparatuur in het verkeer. Dat kan de verkeersveiligheid alleen maar ten goede komen. De vraag op basis van wat de minister gezegd heeft,
Wat zijn de lessons learned uit met name de flitspalen zoals die daar zijn geplaatst geworden enkele jaren geleden? En de vraag is, zou je daaruit zeg maar geen lessen kunnen leren waar rekening mee gehouden moet worden bij aanschaf van nieuwe apparatuur? Waarbij, en ik heb dat in de commissievergadering ook gezegd, rekening houdend met klimaat, weersomstandigheden, zeker als de zaken uit Europa komen. Ik denk dat het belangrijk is om mee te nemen. Bromfiets wordt toegerekend tot het langzaam verkeer. Dus een bromfiets met welk motorvermogen, motorcapaciteit. Waarom ik deze vraag stel, iemand heeft een bromfiets gekocht en hij werd voorgehouden door het bedrijf dat het bromf en het voertuig behoort tot het langzaam verkeer. Maar bij de keuring kreeg hij te horen dat hij een rijbewijs ervoor moet hebben. Dus deze vraag brengt mij toch even terug naar dat wat het lid Sapoen voorgesteld had, of naar voren gebracht had, of bromfietser dan niet een rijbewijs zou moeten hebben. De voorzitter van de commissie heeft inderdaad de cijfers die te maken hebben met verkeersongevallen te berde gebracht, voorzitter. Want de onveiligheid in het verkeer manifesteert zich uiteindelijk in het aantal verkeersdoden en verkeersletselgevallen. En het rapport waaruit de informatie met ons is gedeeld, voorzitter, de bron is duidelijk. Het is het rapport van KPS. Maar ik vraag u een minuut, want ik praat maar 2 minuutjes, om ook te kijken naar de cijfers van verkeersletselgevallen tussen 2004 en 2014. En dan zien we ook, voorzitter, daar dat er vanaf 2004 we een stijgende lijn zien. Dat begon bij 4.285 en in 2010, voorzitter, een piek haalde van 5.016. Maar daarna zien we weer een dalende trend vanaf 2011. Voorzitter, richting 2014, steeds is het verder gedaald vanuit 5016 en we zijn nu bij 3928. Dus het heeft geen zin om inderdaad die partijpolitieke ingang te nemen, voorzitter. En ik roep daartoe op dat we dat niet doen. Ik denk dat verkeersveiligheid, ik bedoel, daar streven we naar het uiteindelijk doel, voorzitter. Dat we voor die bescherming van die samenleving een wetswijziging hier goedkeuren, voorzitter. Alleen ligt het niet alleen aan de regelgeving. Wat er zou moeten gebeuren, voorzitter, is dat de uitvoering om die zaken die neergepend zijn of die regels die vastgesteld worden, goed uitgevoerd worden, voorzitter. Verder is aan de minister gevraagd of er evaluatie plaatsvindt van het uitgevoerde beleid ten aanzien van verkeersveiligheid en of er voldoende financiën hiervoor zijn begroot. Minister van Dijk Silos beantwoordt daarna de vragen van de DNA-leden. Voorzitter, er is duidelijk aangekaart dat na een stijgende trend vanaf het jaar 2000 naar 2010 er een dalende trend zich voordoet. Dat wil zeggen dat het beleid, voorzitter, dat vanaf 2010 wordt uitgevoerd, voorzitter, om de verkeersveiligheid te garanderen, dat het ergens wel werkt. Dat beleid, voorzitter, toch nog goede zaken in zich herbergt. Mijn vraag via u aan de minister is, vindt daar een evaluatie plaats van tijd tot tijd van het beleid dat wordt uitgevoerd? Na al die tijd, voorzitter, hebben we zo'n moment weer gehad waar we eigenlijk beleid ten aanzien van verkeersveiligheid weer hier bespreken. Een andere zaak, wanneer we hebben gekeken naar de wetgeving, is financiën. En dan sluit ik aan bij collega Abdul die zegt, laat de minister ons zeggen als zij voldoende heeft begroet, voldoende heeft ingeruimd om deze zaak uit te voeren, om te doen wat ze wil en moet doen in 2017. En als niet, minister, misschien niet vandaag, want dan kijk ik echt naar de voorzitter die zegt dat is voor de begrotingsbehandeling. Maar laat u ons op voorhand al weten dat we bij de begrotingen daar rekening mee houden. Het gaat om het algemeen belang. We hebben te kampen met enkele problemen in Suriname, een koers welke nu wordt aangepakt, criminaliteit die we moeten brengen tot aanvaardbare proporties, maar ook verkeersveiligheid. Dus mevrouw de voorzitter, de discussie over welke minister de beste was, daarin zal ik me niet mengen. Ik wil afsluiten door te zeggen,
Ik spreek de hoop uit, mevrouw de voorzitter, dat met de aanname van deze wetswijziging het doel welke bereikt moet worden, dat dat ook gewoon zo zal zijn. We kunnen de wetgeving in place hebben, we kunnen wegmeubilair in place hebben. Ik denk dat we ons moeten inspannen ook om het denken van de weggebruiker te gaan corrigeren. En wanneer hier wordt gesproken over een integraal plan, voorzitter, dan is mijn vraag natuurlijk aan de regering. En ik neem aan dat in dat integraal plan ook thuis hoort goede wegen, voorzitter. Maar wanneer u niet eens een cassavefabriek hebt kunnen draaien, voorzitter, wanneer u niet eens enkele gaten hebt kunnen dichten in de wegen, wanneer u 6 jaar lang niet eens 60 kilometer aan wegen hebt kunnen asfalteren, en praat u vandaag over verkeersveiligheid, voorzitter. U praat over een integraal plan, wanneer u de motie van de oppositie in het parlement, waar de oppositie heeft gevraagd toen om 10 miljoen extra te zetten op de begroting, voorzitter, voor de aanpak van criminaliteit, ter ondersteuning van het beleid van de minister, ter ondersteuning van de minister van Justitie en Politie, dat ze meer armslag en meer ruimte krijgt, voorzitter, heeft dezezelfde coalitie de motie van de oppositie verworpen, voorzitter. En vandaag praat men hier over integraal beleid. Ik vraag de coalitie om zichzelf te gaan bekijken in de spiegel, voorzitter. Dank u wel. Een van de vragen waarop geen antwoord was gegeven in de eerste ronde, was de vraag van het lid Zang met betrekking tot de apparaten die flitspalen verstoren. En hij vroeg zich af of dat niet opgenomen moest worden in deze wijziging. En daarbij geef ik aan dat het in het rijbesluit 57 wordt geregeld, deze kwestie, en niet in dit wetsontwerp. En in het rijbesluit zijn er ook andere zaken opgenomen ten aanzien van het flitsen van de kentekenplaat, die het flitsen van een kentekenplaat zouden kunnen belemmeren. Dus het geachte lid Zang, uw concerns zijn daar opgevangen. Ik heb cijfers laten opvragen, omdat er gesuggereerd is geworden dat er maar 20% geverbaliseerd wordt van alle overtredingen. Tot en met oktober 2016... zijn uitgeschreven 4.148 door MSD, dat is Motor Surveillance Dienst, bij overtredingen, en 10.779 door het verkeershandhavingsteam. Er zijn controles gehouden, dus dit geeft al aan dat het 20% verhaal niet kan kloppen. Het lid Breveld heeft gevraagd de kosten voor dat nieuw systeem. Dat moet nog berekend worden. We moeten dat heel plaatje landelijk maken. En dan wil ik het koppelen aan de vraag: heeft u genoeg geld op uw begroting hiervoor? Net als alle ministers heb ik ook niet genoeg geld voor beleid. Maar ik ben bezig fondsen te zoeken. Wij zijn aan het eind gekomen van het journaal van de Nationale Assemblée. Aan u is een samenvatting gepresenteerd van de openbare vergadering van dinsdag 29 november 2016. De openbare vergadering en deze samenvatting kunt u bekijken op onze website www.dna.sr via onze YouTube-link. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer.